Yo mensen, Kromtek hier. Vandaag zijn we terug met een nieuwe Battlefield 1 video, Road to Pro. Vandaag gaan we een keer gewoon Sniper Clash een beetje inspelen. We hebben 3 snipers, dus het valt mee. We gaan gewoon met de Russian Sniper. We gaan gewoon eens even lekker spelen. Hoe ziet het wapen eruit? Het is best een vet wapentje als ik het zo zie. Ik vind het een mooi wapentje, maar we kunnen van allerlei dingen nog kopen. Dus misschien kunnen we juist een keer gewoon wat anders kopen. Want dit is de Carbon, de Marksman. En je ziet dat deze heeft wat meer hepfire. Dus laten we deze gewoon unlocken. Hoppatee. En vasthouden. Kijken of we daar een beetje lekker mee kunnen spelen vandaag. We proberen gewoon zoveel mogelijk wapens natuurlijk te unlocken in deze serie. Dus doe alvast een duimpje omhoog. En let's go. Daar gaan we. I'm ready to deploy, my ladies and gentlemen. Ik ben natuurlijk sniper in dit mapje. Ik weet niet of dat helemaal goed op zijn recht komt. We proberen natuurlijk altijd lekker te spelen. Hoe ziet het eruit? Oeh, apart snipertje zeg. Holy knetter. Nice. Nou ja, laten we meteen deze vlag hier proberen te pakken. Dan pakken we in ieder geval een paar puntjes mee. Oh. Wow. Dat ging even heel erg hard. Oké, wacht. Ik wil trouwens een granaat hebben. We hebben... dat gras en zo. Ik wil gewoon nu een keer met een granaat spelen. Ja, oké. Let's go. Daar gaan we. We deployen helemaal buiten de map. Nou, ik hoop in ieder geval dat we een paar kills kunnen pakken. Oh, shit. Shit, ik gooi net mis. Had ik even wat meer tijd voor moeten nemen, weet je wel. Oh, ik schoot net niet. Dit was zo jammer. Oké, okay, nou ja, we moeten een beetje afstand houden met de sniper natuurlijk. Ik ben gewend om er altijd kaart op in te rennen. Dus come on, Chromo. Doe even je best. Oké, okay, doe even je best. Waar zitten die jongens daar zo? Oké, okay, we lopen er gewoon een klein beetje omheen. Ik zie niemand lopen, dus deze vlag kunnen we pakken. Laten we onze teammates helpen als we op tijd zijn. Want de vlag pakken gaat natuurlijk erg snel zo. Wow, ik vloog hoog. Zo, de knetter. Nou, de gasten spelen lekker vandaag, de tegenpartij, jongens. Het is niet te geloven. Ik heb net de potje al even lekker om in te komen gedaan. Ik denk, nou, dit gaat lekker. En ik heb nu een klein beetje pech. Oké, laten we gewoon een deur pakken. Oké, er lopen mensen om me heen. Ik moet een beetje daarvoor oppassen. Oké, ziet er safe uit. Ziet er safe uit. Gooi daar mijn granaat even heen. Yes, nice. Oké, dit voelt goed. Dit wapen voelt lekker. Op een of andere manier voelde dit schot gewoon goed, weet je wel. Dat is gewoon bam. Hij komt de hoek omlopen. Ah, lekker voor je. Biatch, come at me, bro. Daar liep er nog één. Pak hem goed, jongens. Oké, deze gast die pakt hier de vlag. Het is onze vriend. Oké, even reloaden. Hoe gaat dat met dit ding? Oh, dat gaat ook lekker vlot. Ik vind het tot nu toe een lekker snipertje. Oeh, die kogels gingen hard. Ze gingen allemaal lekker dood. Dit is natuurlijk een beetje een close combat sniper op zich. Dus misschien is die juist wel geschikt voor dit soort dingen. Alleen ja, je moet wel raak schieten. Dat is een beetje het probleem altijd met snipen. Oké, die chillt daar hem gewoon lekker zo. Oh, hij beweegt nog even een keer. Hij is bijna dood. Oh no! Kak! Ik zag die granaat vallen. Ik denk, nee! Nou ja, oké, dan waren we elkaar dood. Maar ja, we moeten gewoon doorgaan, jongens. Doorpompen met de subwoofer. Oké, deploy. Wanneer gaan we? Oké, we zijn weer hier terug bij af. Hier zijn we net ook begonnen. Komen jongens zo meteen hier de hoek om gerend. Let maar op. Valt nog mee. Laten we een beetje dit hekje als dekking gebruiken. Oké, ik zie nog niemand rennen. Er moet elk moment iemand komen. Oeh, near my location. Ik zie hem daar liggen. Proberen die voor die vlammenwerper te gaan hier, jongens. Let's go. Nee! Ik heb ook weer pech, hè. Ik kom net die gozer eraan gerend. Ik denk, pak snel die vlammenwerper, want dan heb je echt lachenactie. Maar ja, helaas, we hebben pech. Ja, we have lost objective apples. Oké, ik ga gewoon een beetje op afstand staan. Dan ga ik die gast proberen te snipen. Ai, mijn skills moeten toch even wat beter worden in sniper, jongens. Dit gaat niet goed zo, hè. Dit gaat niet goed zo. Hier moet je kijken hoe bedroevend we doen. 2-6. Oh, dit heb ik in... Nou, dit heb ik serieus... Dit maak ik zelden mee dat het zo beroerd gaat. We have lost objective Charlie. Halfway there, the ja, ik zag hem lopen. Oké. Waar dan? Ik heb er wel iemand, oké, met mijn granaat. Dat was een mooie worp dus. Ik moet eventjes weg hier zo. Ik ben een beetje gewond aan het raken.
Oké, lopen we even om dit muurtje heen. 20 HP. Moeten wel echt elk kogeltje raak schieten nu. Oké, rustig wachten. Rustig wachten. En we quickscopen hem. Is dit friendly smoke of niet? Ja, je weet het niet. Oké, wacht. Ik ga even via hier lopen nu. Hopen dat er niemand in dat huis zit hier zo. Hallo? Kunnen we deze vlag pakken? Kom op, let's go. We gaan ervoor. Oeh, yeah. We pakken... Oh. Zo, de knetten, jongens. Dat is niet te geloven, dit. Ja, komt hij zometeen wel de hoek om. Ik hoor iemand lopen. En dat is een vriend. Nice, we hebben een vlag gekapt. Laten we hier het dak oplopen. Kijken of we iemand kunnen schieten. Als ik hier al een beetje dekking kan pakken. Oh, dat is best wel een mooi bunkertje hier zo. Zien we ergens een sniper zitten of niet? Ik zie niemand. Come on. Tone yourself. Tone yourself, guys. Er loopt niemand om. Waarom zien we niemand lopen, joh? Dat is echt, echt gek huis. Ik kan geen granaat meer gooien. Ik denk, nou, kijk omhoog. Gooi een granaat. Zou in het echt dat ook zo gebeuren? Oh, shit. Zag je dat? Daar zat een gast. Hij heeft me niet. We gaan naar de actie. Ik hoorde hem lopen, jongens. Waar loopt hij? We lopen hier omheen. Oh. Oh, nee, joh. Dit is zo kak. Hij schiet wel lekker snel, maar niet genoeg. Het is gewoon pieuw, pieuw, pieuw. En die gozer die heeft me dan al down. Dit is serieus echt beroerd. Ja, het kan niet altijd goed gaan natuurlijk. Kom de hoek om, jongens. Hier lopen gasten, hier lopen gasten. Ik moet hier oppassen. Shit, shit, shit. Hij loopt om, hij loopt om. Hij komt hier zo meteen of aan de andere kant. Meen je niet, hè? Weer twee tegelijk. De hele tijd twee tegelijk. Dit is kak, jongens. We proberen de sniper hier een beetje uit te spelen. Dit is de beroerdste map om het te doen. Oké, ik span nu achter de jongens. Dat is een goede zaak. Dit kan leuk uitpakken als niemand mij ziet lopen hier. Nee, ik zag hem lopen. Zag hij mij ook of niet? Kom maar tevoorschijn, jongen. Ja, deurtje open. Deurtje dicht. Haha. Nice, die hebben we mooi opgewacht. Nou, kunnen we hier weer heen gaan? Als we geen last hebben van jongens zoals dat. Reloaden, rustig. Pakken de vlag, dat is een goede zaak. Hallo vrienden, kom mij maar even helpen. Er loopt er een vlammenwerper. En het is denk ik niet onze Mattie. We hebben ook wel echt een baggerteam. Of juist een hele goede tegenpartij hier ook. Gooi gewoon een random granaat. Oh, 83 hit op zijn borst. Sniper zo dichtbij. Oh man, was het maar one shot kill. Het is geen Call of Duty natuurlijk, hè? Dus soms zit het gewoon tegen. Met de sniper skills. En soms zit het een keer mee. Het zit gewoon behoorlijk tegen vandaag. Dit is alweer mooi. Kom op, jongens. Waar loopt hij? Is hij down? Hij is down. Oh man, waarom schiet ik onder? Waarom schiet ik mis? Hè? Hè? Nee, joh. Dit was raar. Ik schoot toch raak, dacht ik. Nou, die gozer die was me gewoon te slim af. Dat is één ding wat zeker is. Ik denk, nou, dit wordt hem, jongens. Dit gaat een poeier worden. Dat wil je niet weten. Maar we hadden pech. Kom op, jongens. Nog 4 tickets. We moeten dit doen. We doen het voor Nederland. We doen het voor Nederland. Granaatje erheen. Oh, ik lig in de fik. Oh, liggen, liggen, liggen. Kom op. Oh. Kak! De hele tijd dat one-hitten, dat haat ik zo aan Battlefield. Je moet hem 2 keer raken, weet je wel, met een sniper. Anders wordt het waarschijnlijk de OP of zo. Maar ja, ik raak hem meestal 1 keer. En dan de 2e keer, dan moet ik echt nou typisch geluk hebben dat ik iets haal. En dit keer het geval... Oh, dit is echt... Ik moet me echt schamen. Maar, ik ga je nu vast verklappen. De volgende keer in Battlefield gaan we machinegeweer pakken en dan gaan we ownen. Oké? Sniper moet ik gewoon nog even trainen. Dat blijkt wel weer. Dat is gewoon te beroerd voor woorden dit. Terwijl ik normaal best lekker ga met een sniper. Dus ik dacht, ah, dat kan ik wel een keer gaan proberen. Maar dus... Personal, hier. Wat heb ik gedaan? Ja, 5 kills. Dat is echt te beroerd voor woorden, jongens. Echt waar. Zelfs in mijn oefenpotje had ik er nog 12 of 15. Holy moly, wat heb ik gedaan?
Ja, soms verpest je dingen, jongens. Daar kan ik dan ook niks aan doen. Dat gebeurt. En dan moet je gewoon keihard huilen. Maar, zoals ik al zei, de volgende keer gaan we gewoon kijken of we een light machine gun gaan doen. Dus als jullie het leuk vonden, doe natuurlijk een duimpje omhoog. Super bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie allemaal weer bij de volgende video. Een hele fijne dag. Tot de volgende keer. Yo, yo.